Terug thuis in de, ja, toch wel een beetje in shock moet ik zeggen. Kijk, het begon vandaag als volgt. We gingen natuurlijk naar de rechtszitting van Eldor. Eldor is onder valse voorwendselen uit zijn huis getrokken. Ze hadden hem oorspronkelijk neergezet alsof hij een vuurwapengevaarlijk persoon zou zijn. Geen enkele reden voor. Maar daarmee konden ze dan mooi zijn huis binnenstormen. Die piketmelding die werd ook gedaan naar een advocaat. En uiteindelijk is die piketmelding nergens meer te vinden. Alleen die advocaat die heeft het gekregen en die is daar ook bereid toe om daar verklaring over af te leggen. Dus ja, het is overduidelijk. Ze hebben gewoon onder valse voorwendselen zijn ze bij Eldor naar binnen gestormd. Met allerlei gevolgen ook voor zijn huisgenoten. En nou ja, vandaag was dan de rechtszitting. En ja, ik heb natuurlijk delen van het dossier van Eldor heb ik gezien. En ja, als je dan leest, hè, als je dan ook hoort wat de aanklacht is, dan is een aanklacht, dan begint die officier van justitie, die begint een heel warrig verhaal met allerlei, ja, stukjes tekst waarvan ze delen wel en delen niet hebben kunnen verstaan, kennelijk. Maar gewoon onsamenhangende teksten. Ja, sorry hoor, maar een aanklacht is als jij dan geef je aan waar iemand een strafbaar feit heeft gepleegd. Maar als jij zegt, ja, ik hoop dat er ooit een tribunaal komt en dat bepaalde mensen berecht worden. En ik hoop dat we ooit de doodstraf opnieuw invoeren. Ja, je mag zoveel hopen als je wil in dit land. En je mag zoveel wensen als je maar wilt. Maar dat wil niet zeggen dat jij iemand de dood inwenst. Ja? Nee, ik bedoel, en dat, al zou je dat wensen, ja? Dat is niet aan jou, hè? Ja, dat hoort uitgevoerd te worden als er ooit een doodstraf is door een gerechtelijk instituut. Dus, en dat is ook hoe Eldor altijd praat, altijd in dat verband praat. Dus als je al die dingen opleest en hoort oplezen, nou, echt iedereen die erbij was, die zal echt gedacht hebben van, ja, waar gaat dit over? Dit zijn, ik wens, ik hoop. Ja, maar dat is niet, dat is geen strafbaar feit. Ja, ik bedoel, de SGP die heeft op de website staan dat zij de doodstraf opnieuw willen invoeren. Dat wensen zij. Moeten die SGP'ers nu ook allemaal uit hun bed getrokken worden omdat zij dat wensen en dat openlijk op internet zetten? Dat is toch ook niet zo? Dus waarom zou dat nou voor Eldar ineens wel moeten gelden? Nou, het begon al. Ik was eerder binnen dan Eldor, Selena, Arjen en nog een paar mensen. Ik zeg, nou, toen was het van, ik had een statief bij me, want ja, dat was een heel raar situatie. Eldor had aan mij gevraagd van, joh, eerst had Eldor gevraagd aan Rico Brouwer of hij wilde filmen. Nou, Rico heeft daar meer ervaring mee, heeft dat ook vaker gedaan, hè, onder andere bij rechtszaken van Willem Engel. Dus, nou, dat was ideaal. En Rico was bereid om dat te doen. Maar toen ineens bleek dat Rico Brouwer, die had net op die dag een afspraak dat de nieuwe keuken geplaatst zou worden, of weet ik veel wat. Dus hij kon niet. Nou, dan sta je voor de verdomme feiten, moet je iets anders. Nou, toen vroeg hij of ik het wilde doen. Ik zei ja, ik zeg ik wil wel doen. Ik zeg maar ik ga niet live. Ik zeg ik wil het wel opnemen. Ik zeg maar ik heb geen ervaring met live. Ik zeg dan gaat het mis. Ik zeg laten we doen waar we goed in zijn. Ik zeg ik ben goed in het filmen van dingen en dan laten plaatsen. Nee, Eldor wilde toch dat het live ging. Dus toen heeft hij Katja Gelbwester heeft hij benaderd. Nou, Katja die was bereid om dat te doen. Aanvraagformulier ingevuld. Nou, en dat moet dan binnen 24 uur, nou op tijd aangemeld. En toen kwam de mededeling: ja, we doen het niet, want ja, Paul de Hond Producties, dat is dan de hond van Katja, dat is de naam van haar productie. Ja, dat was onbekend wat dat allemaal voor filmpjes waren en er was niks over te vinden. En ja, dus nee, wordt afgewezen. Nou, toen zijn ze daarin tegen beroep gegaan. Hebben ze, weet het, de juiste plekken laten zien waar je alle filmpjes kunnen zien.
En toen was het ineens, nee hoor, we hebben beslissing genomen, we konden het niet vinden en nu mag het niet meer. Nou, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Ik bedoel, het was op tijd aangevraagd. Dat zij niet weten wie Katja Gelb-Wester is. Nou ja, als je niet weet wie Katja Gelb-Wester is, wat doe je dan in het hele onderwerp? Ja? Dus compleet belachelijk. En nou ja, wat gebeurt er? Nou ja, het wordt dus afgewezen. Toen heeft Eldo nog gebeld. En daar kwamen ze dus uiteindelijk niet uit. En ja, goed. Dus toen dacht ik, nou ja, dan neem ik in ieder geval mijn statief mee. Ik neem een cameraatje mee. En nou ja, dan ga ik gewoon het zelf filmen. Als dat mag. Want ja, ik was natuurlijk niet meer op tijd om het natuurlijk nog op tijd aan te kunnen vragen. Dus ik liep naar die rechtbank binnen en ik kwam met dat statief binnen. En toen was het meteen, u mag niet filmen. Ik zeg, nou, ik zeg, dat weet ik helemaal nog niet. Ik zeg, ik heb hier een statief bij me. Ik zeg, en ik ga dat zo meteen via de advocaat vragen of wij gewoon mogen filmen. Ik zeg, want ja, mensen hebben daar gewoon recht op. Ik zeg, en Eldo heeft daar recht op. En ik heb daar recht op. Dus ja, ik wil gewoon kunnen filmen. En ik wil dat. Nee, dat kon absoluut niet. En ik moest mijn statief inleveren. Nou ja, ik zeg, ja, ik zeg maar, ik zeg, ik ga het wel vragen aan de rechter. Ik zeg, en dan moet het gewoon gebracht worden. Ja, dat was geen probleem, maar ik moest het wel achterlaten. Nou, oké, okay, prima, ik loop door. En ik kom bij de, nou, ik word gewezen waar ik naartoe moet. Twee hoog, ik loop naar twee hoog. En ineens komt er een zo'n kereltje achter me aan. Met zijn zagrijnige bek. En ja, weet je, dus ja, ik moet ook uw camera hebben. Ik zeg, mijn camera? Ik zeg, je krijgt helemaal geen camera. Ik zeg, als jij zegt dat ik niet mag filmen. Ik zeg, prima, dan film ik niet. Ik zeg, maar jij krijgt mijn camera niet. Ik moet je camera hebben en anders kom je er niet meer in. Ik zeg, nou, zo werkt het niet. Ik zeg, ik heb ook een telefoon, er zit ook een camera op. Ik zeg, moet je die ook hebben dan? Nee, nee, dat hoeft er niet. Ik zeg, nou, dan hoef je toch ook mijn camera niet te hebben. Ik zeg, als het hier verboden is om te filmen. Ik zeg, dan film ik niet. Ja, simpel toch? Ja, en hij bleef me achter me aanlopen, intimideren. Nou, inmiddels kwamen er steeds meer politieagenten. Ik denk op een gegeven moment stonden er wel 8 politieagenten. En, nou ja, goed. En het was, nou ja, was gewoon onduidelijk of ik überhaupt nog wel naar binnen zou mogen of niet. Nou, inmiddels was Eldor aangekomen. Nou, het hele groepje, iedereen, ja, je merkte gewoon een bepaalde spanning. Want ja, er stond politie voor de deur. Stond politie voor de deuren bij de rechtszaak. 8 politieagenten. Nou, je voelde gewoon, ja, dat er gewoon zwaar geïntimideerd werd. En toen, nou, toen zijn we op een gegeven moment, nou, is die rechtszitting begonnen. En, nou ja, goed, dus ik zat daar en ik dacht, nou ja, oké, okay, ik ga gewoon dan maar bloggen. Hè, dan tik ik wel wat er gebeurt. Dus dat deed ik dan in de groep, Telegram-groep van ACRBTVZ. Dus als je dat nog niet lid bent, word daar vooral lid. En, nou ja, goed, ik ben daar gaan chatten of het bloggen. En in één keer draait die politieagent naar mij toe en die zegt, kunt u die telefoon wegdoen? Ik zeg, nou, ik zeg, sorry. Ik zeg, ik ben gewoon aan het bloggen. Ik zeg, ik ben zelf ook journalist. Ik zit bij Common Sense TV. Ik zeg, dus ik wil hier gewoon verslag van doen. Nee, dat mochten alleen echte journalisten. Nou, eind van het liedje. Oké, nou ja, weet je, so be it. Ik zit daar voor Eldor. Ik zit daar niet voor mezelf. Dus dan is het maar zo. En, nou ja, en wat gebeurt er? Op een gegeven moment wordt. Die rechtszaak die gaat verder. En, nou ja, goed, die officier van justitie die begint gewoon een hele waslijst aan dingen op te noemen. Waarvan echt, nou ja, kijk, als je wel eens in een rechtszaak geweest bent, dan is het vaak teruggebracht naar één regeltje, wat dan het strafbare feit zou zijn wat jij begaan hebt. En bij Eldor, nou, er werd gewoon een waslijst dingen opgenoemd, waarbij je denkt, ja, maar ja, dat is toch helemaal niet strafbaar. Dat is toch helemaal niet strafbaar als jij wenst dat de mensen vervolgd worden die ja, misdaden plegen op de Nederlandse bevolking. Nou, dat mag jij gewoon wensen, joh. Dat is toch helemaal niks mis mee. Het is uiteindelijk aan een rechter. Of een rechter tijdens een speciaal gerecht, een tribunaal,
Ja, die dan uiteindelijk daar een oordeel over heeft. En het feit dat Eldor, want er werd er ook gezegd, ja, Eldor die had zich dan, die wilde zich vrijwillig aanmelden om ja, voor een eventueel tribunaal, hetzij als, als rechter, hetzij als aanklager, hetzij als beul, zich aan te dienen. Ja, nou ja, goed, hey, op het moment dat er een doodstraf is ingevoerd, hè, want daar hebben we het dan over. Dat moet dan eerst ingevoerd worden. En als dat dan zo is, dan zal er toch ook iemand moeten zijn die dat uitvoert, hè? En dan is het gewoon een baan geworden. Dus wat is het probleem dan? Dan is het toch ook helemaal geen enkel probleem. Dus ja, het is gewoon te gek voor woorden. En nou ja, goed, dat werd allemaal ingesproken. Nou, dan was er een hele discussie. Hij is natuurlijk toen de tijd in Rotterdam, is hij bij het ziekenhuis is hij opgepakt. Heeft hij 3 dagen vastgezeten. Hebben ze zijn telefoon 3 maanden lang in beslag genomen. En, nou, en ook weer teruggegeven. En ja, ze zijn daar nog altijd in afwachting van wat staat er nou in het dossier over die aanhouding. Nou, heeft hij meerdere keren gevraagd, ook via zijn advocaat, om het dossier te krijgen. En elke keer werd er gezegd, ja, er is geen dossier. Er is nog geen dossier. Nou, en nu komt hij met deze zaak in Den Haag. Dus niet in Rotterdam, waar het eigenlijk zou horen, maar in Den Haag. En dan zitten er ineens allemaal stukken uit Rotterdam in zijn dossier. Terwijl hij meerdere keren vraagt om zijn dossier en het niet krijgt. Nou, dat klopt dus ook al niet. En op een gegeven moment, toen werd, Arjen die werd aangesproken. Dat hij zijn telefoon uit moest zetten, maar uiteindelijk dan toch niet uit hoefde te zetten. Je merkte aan alle kanten, we werden gewoon geïntimideerd. Nou, op een gegeven moment was er een hele discussie. En Eldor die wilde even iets uitzoeken, want hij had zijn telefoon voor hem liggen, omdat hij daarop zijn dossier heeft zitten, zodat hij mee kan lezen met dingen. En dingen nog op kan zoeken tijdens het proces wat er gebeurt. Nou, natuurlijk gewoon zijn goed recht. En dus hij tilt even zijn telefoon op om even te scrollen. En in één keer wordt hij van achter wordt hij aangevallen door een agent. En die ook gewoon bij hem, echt op 2 centimeter afstand bij hem stond. En over hem heen stond te grijpen naar zijn telefoon. En alsof hij aan het filmen was. Nou, was gewoon helemaal niet waar. Nou, daar schrok Eldor natuurlijk van, want Eldor is ooit in zijn buik geschoten, bewust door de politie, is ooit, weet het, en geheel ten onrechte, en is, weet het, een keer in elkaar geschopt door 10 politieagenten in een cel. Dus je kunt wel voorstellen dat als er ineens van achter je aangevallen wordt door de agent, terwijl je helemaal niks verkeerds doet, in een rechtszitting die nota bene gaat over corrupte politie, corrupte agenten, die gewoon, ja, willens en wetens onze maatschappij naar de kloot te helpen door een beleid te volgen wat gewoon aan alle kanten rammelt van de leugens, ja, dan is het natuurlijk niet zo gek dat iemand die al getraumatiseerd is natuurlijk helemaal uit balans raakt en ook zich geïntimideerd voelt. Dus hij vroeg op dat moment vroeg hij om een pauze. Nou, die pauze die kreeg hij ook. Die hebben we op de gang. Nou, hebben we even met elkaar overlegd ook. Nou, echt te gek voor woorden. We waren allemaal van mening, we werden allemaal geïntimideerd. Klopt voor geen meter. Ook de advocaat was echt gewoon echt van, wat is dit joh? En nou goed, we beginnen weer. En toen eiste die rechter dat Eldor zijn telefoon aan zijn advocaat zou geven. Nou, zegt Eldor, nee, ik heb hier mijn dossier in zitten, die heb ik nodig, anders kan ik me niet goed verdedigen. Ik zeg, dus die wil ik hier houden. Ik zeg, en anders moet het op een ander moment verder gaan, dat ik mijn hele dossier uit kan printen en dat ik het gewoon hier voor me heb liggen. Want dat mag wel, toch? Dus wat is het verschil? Nou, nou ja, goed. En toen vond die man, die rechter, die vond dus toch dat Eldor dus dat bij zijn advocaat neer moest leggen. En toen was voor Eldor de druppel. Toen zei hij, nou, dat betekent dat u vooringenomen bent. Dat betekent dat u mij belet om mij op een normale manier te kunnen verdedigen. En dat betekent dat ik u nu wraak. Nou, geheel terecht. Ik denk ook dat hij dat, hè, want 95% van alle zaken die gewraakt worden, die worden afgewezen. Maar ik denk dat dit absoluut hoort bij die 5% die wel toegewezen wordt, want dit is overduidelijk. Dit is
Als jij niet je dossier erbij mag houden, ja, dan kan je je niet verdedigen, toch? Dan kan je niet optimaal verdedigen, daar heb je gewoon recht op. Dus dit is een terechte wraking. Nou, en wat gebeurt er dan? Dan gebeurt het volgende. Dan zegt daarna de officier van justitie, nou, dat betekent dan dat ik de schorsingsvoorwaarden waar we ook over zouden spreken, dat ik dat niet met u meer kan bespreken, zegt ze. Nou, en dat betekent dat ik heb geconstateerd dat Eldor zijn schorsingsvoorwaarden heeft geschonden. En dat betekent dat wij nu Eldor in verzekerde bewaring gaan stellen. En echt iedereen die staat echt zo van, wat? Voor wat dan? Nou, wat blijkt? Eldor die heeft zijn dossier online gezet, zodat mensen zelf tot een oordeel kunnen komen. Van nou, zeg jullie het maar. Want hij wilde natuurlijk de rechtszitting live streamen, zodat de mensen mee zouden kunnen kijken. En als de mensen dan het dossier zelf konden inzien, dan konden ze zelf constateren van, nou, hoe belachelijk is nou eigenlijk deze rechtspraak hier in dit land? Zodat je zelf kan zien, nou, dit is het dossier, ik heb het helemaal gelezen. En nou, kijk wat ze er hier van maken met zo'n officier van justitie en een rechter en advocaten. Ja? En nu wordt er gezegd dat het dossier plaatsen op internet, dat opruiing dan wel bedreiging zou zijn. Omdat dan diezelfde teksten die in dat dossier zitten, door hem weer online geplaatst zijn. Ja, maar dat slaat natuurlijk nergens op. Ik bedoel, hij plaatst niet diezelfde opmerking online, hij plaatst gewoon zijn dossier online. Zodat mensen mee kunnen kijken. Openheid, transparantie, eerlijkheid. Ja, dat is toch gewoon normaal? Ja, dat is te gek voor woorden. Nou zit hij dus gewoon in de gevangenis. En ik weet op dit moment nog niet waar. Ik denk dat we hem naar buiten hebben zien rijden, maar ook dat weten we niet zeker. Want het is allemaal geblindeerd natuurlijk, dus dat weet je niet. En compleet onduidelijk wat er nu aan de hand is. Nou, advocaat zegt, ik kon niks meer doen, want wat nu het enige wat mij nu rest, is dat ik hier bezwaar tegen kan maken. Nou ja, en dan moet dat weer ingepland worden. Dus ja, voorlopig zit Eldor vast. En ik kan dan ook niet anders zeggen dat we nu voor Eldor in de bres moeten springen. En niet alleen wij, maar echt alles en iedereen. Dus ik roep iedereen van Samen voor Nederland, van alle groepen, alle oprechte strijders, om mee te helpen. Om ervoor te zorgen dat er gerechtigheid komt voor Eldor. Dat er ook een budgetje komt voor Eldor. Net als dat er voor Max geregeld wordt. Dat hij ook zijn boodschappen betaald krijgt. Want deze jongen die strijdt al genoeg voor ons allemaal. Die heeft zich al genoeg opgeofferd voor ons allemaal. En nu wordt het gewoon tijd dat we als één blok achter Eldor en ons allen gaan staan. Die zeg maar gewoon ten onrechte gewoon door deze Nederlandse staat geterroriseerd worden, want iets anders is het gewoon niet meer. Dit is gewoon puur terreur. Het is ook gewoon ons. Het zijn gewoon uitspraken die je gewoon moet kunnen doen in een vrij land. Niks opruiing. Als er corrupte agenten rondlopen, ja, die willens en wetens onze Nederlandse rechtsstaat kapot maken, die willens en wetens beleid uitvoeren wat schadelijk is voor mensen, ja, gebaseerd op leugens, dan is het ook gewoon een terreurdaad van de Nederlandse staat op de Nederlandse bevolking. Ja, en dat moet veroordeeld worden. Het moet zo zijn dat de Stef Blok vervolgd wordt voor valsheid in geschriften. Dat betekent ook dat de procureur-generaal aangepakt moet worden, want die is medeplichtig. Ik ga morgen de aangifte, de kennisgeving die Eldor gedaan heb, die ga ik opnieuw uitprinten. En die ga ik nu onder mijn naam opnieuw indienen. Want Eldor zit nu vast. En zolang hij vast zit, ja, weten we niks over de voortgang. Dus er wordt gewoon door mij een kennisgeving ingediend. En ik eis gewoon dat er op korte termijn wat mee gedaan wordt. En anders gaan we elke dag hier aandacht voor vragen voor deze zaak. Ja, want het is bewezen corrupt. Het is bewezen ondermijning van de rechtsstaat. Het is bewezen valse tegenschriften door de minister. Ja, het is een bewezen ambtsmisdrijf. En het ligt volledig vast. En het moet nu maar eens duidelijk worden hoe deze Nederlandse rechtsstaat omgaat met haar burgers. Het is te gek voor woorden. En ik reken op jullie allemaal. Ik hoop dat andere mensen nu opstaan om die crowdfunding te gaan regelen.
om ervoor te zorgen dat we de gegevens van Eldor vinden, dat we weten wat zijn rekeningnummer is en dat het gewoon rechtstreeks naar Eldor gaat. Geen tussenmensen tussen die het op hun eigen rekeningen zetten. Geen Jan Husentjes, geen oplichtingspraktijkjes. Gewoon oprecht, eerlijk en gewoon rechtstreeks naar Eldor's rekening. Zodat hij gewoon fatsoenlijke boodschappen heeft op de plek waar hij zit. Want het is voor iemand als hem, met zijn PTSS, want die is echt wel ernstig, is dat gewoon, weet je, is het gewoon al verschrikkelijk om in een gevangenis te moeten zitten. Dus laten we hem op die manier dan in ieder geval steunen. Nou, tot zover even dit verslag. En het is te gek voor woorden. Dit is echt een schande wat hier gebeurt. En de Nederlandse rechtsstaat, de Nederlandse elite, ja, maar ook alles en iedereen die daarvan profiteert. Gemeenteambtenaren, mensen die werken bij een ministerie. Mensen die werken die allemaal leuke, mooie baantjes hebben bij grote bedrijven. Ja, wij, de mensen die aan de onderkant zitten, ja, die tegenslag gehad hebben, die zijn op dit moment de kastanjes aan het vuur aan het halen, uit het vuur aan het halen. Ook voor de vrijheid van jullie kinderen. Ja? Het wordt tijd dat jullie eens een keer gaan aansluiten. Dat jullie fucking ogen eens een keer open gaan voor alle schande die deze Nederlandse staat pleegt op haar bevolking. Het moet afgelopen zijn. Ja? Dat spelletje wat jullie aan het spelen zijn om te profiteren, te parasiteren op de middellaag en de onderlaag van de bevolking. Dat moet afgelopen zijn. Ja? Vrijheid willen wij. Wij willen geen dictatuur. Wij willen geen mensenrechten schendingen. Wij willen gewoon dat wij eerlijk, oprecht en op basis van feiten, de waarheid, gewoon hier in dit land met elkaar omgaan. Ja? Het wordt tijd dat jullie aan gaan sluiten.